Het seizoen voor de Nijmeegse ijshockeyers is op zijn minst bijzonder te noemen. 3 weken geleden wonnen de Ahout Devils in de laatste seconde de beker. En woensdag is er al de kans op hoofdprijs nummer 2. Het kon wel eens een heel mooi verjaardagscadeau worden voor de 50 jaar oude club. We zijn gestart met de ambitie uit te spreken. Ja, we gaan het 50-jarige bestaan in. Alhoewel we de eerste wedstrijd in 1969 speelden, maar de club is opgericht 50 jaar geleden. En de torenhoge ambitie uitgesproken, en in ons geval torenhoog, om 2 finales te gaan spelen. Dan start je daarmee, dan begin je selectie samen te stellen met de doelstelling. En dan begint het na alle hobbels die je neemt met elkaar, begint dat te lukken. En sterker nog, we hebben dus nu al 2 finales, maar we hebben ook al een beker. Dus we zijn eigenlijk misschien al een stapje verder. Als je kijkt naar de resultaten dit jaar tegen Den Haag, onze opponent morgenavond. Ja, daar hebben we dit jaar 5 keer tegen gespeeld. Op de beslissende momenten van gewonnen. Vorige week 1 keer van verloren. Ja, nu op neutraal terrein. De jongens zijn er op gebrand. We gaan met ruim 500 mensen die kant op. Groot groep sponsoren mee. Onze burgemeester komt zelfs mee. Dus we hebben heel veel bereikt. Maar het leeft enorm. Je ziet veel oud-bekenden, ook van de oude Heijendaal. Oud seizoenkaarthouders waar ik zelf mee op de tribune heb gezeten. Het komt weer allemaal terug. En als je dat dan vergelijkt met, pak een beetje 6 jaar geleden, zaten we hier nog maar met 50 man op de tribune. Ja, dan zijn we wel ergens gekomen. Ik ben heel erg trots. Ik ben vooral trots als ik iedere keer na de wedstrijd, en ik sta daar, en de jongens draaien de rondje naar de wedstrijd om het publiek te bedanken, dat ik al die mensen over de bonen zie hangen met rode wangetjes, trots. Van kijk eens, we horen er weer bij, we zijn er weer bij. Daar doe je het voor. Een paar jaar geleden hadden we het slechtste seizoen ooit qua resultaten. En als je hem wint, ja, dan pak je de dubbel. Hoe vaak is dat voorgekomen in onze clubhistorie? Ik geloof 1 keer. En ik hoop het. En ik, eigenlijk, op alle fronten hoop ik het. Ik kan het me nog niet voorstellen in die zin van dat het gebeurt. En niet voorstellen van dat het niet kan, want het kan zeker. Maar puur gevoelsmatig van, joh, waar zijn we in beland in 1 keer? Hoe kan het verkeren? Ja, super gaaf.